In winkelcentrum De Koperwiek was het altijd een af- en aanrijden voor de Maxmobiel. Het wagentje dat zorgbehoevenden vanuit her en der in Capelle naar De Koperwiek brengt, staat voorlopig stil vanwege de coronavirusuitbraak. Ambassadeur Dirk ten Haven legt uit waarom de Maxmobiel haar ritjes tijdelijk heeft gestaakt. We hebben het ook zelf besloten om te zeggen vanaf maandag gaan we niet meer rijden met de Max. We merkten het niet aan de vragen daarvoor, maar we hebben gezien de doelgroep die wij vervoeren. Hebben we gezegd nee, hier moeten we paal en perk aan stellen. En dat past ook bij het geheel wat er nu vanuit de overheid ons opgedragen is. Dus we zijn vanaf afgelopen maandag gestopt, in principe tot 6 april. En daarna kijken we wat er daarna gaat gebeuren. Dus het is eigenlijk puur een extra veiligheidsmaatregel voor de mensen die jullie vervoeren, maar ik neem aan ook voor de mensen die rondrijden. Absoluut. We hebben niet alle jongste vrijwilligers. We zijn zeer trots op en we moeten er ook heel zuinig op zijn. We hebben met beide te maken van merendeel 60 plus. Er zitten ook een paar jongeren bij, maar we moeten daar echt rekening mee houden. Dus we denken aan de geneeskundige voorschriften. We denken aan de doelgroep waar het over gaat. Dus daarom hebben we gezegd nee, we nemen deze beslissing. In geval van nood, want jullie zijn ook een dienst die heen en weer rijdt voor mensen die het ook heel erg hard nodig hebben. In geval van nood, rijden jullie dan nog wel? Kijk, je moet altijd uitzonderingen bevestigen de regel. Dat is ook waarvoor we hiermee begonnen zijn. We zijn met een doelgroep die het moeilijk heeft, die het zwaar heeft helemaal nu. Met boodschappen en allerlei activiteiten. Er zijn er meerdere in kapellen zoals Stichting Hulpdienst Capelle. Die biedt dan aan om ook boodschappen te doen en meerdere activiteiten. Mocht er nood aan de man zijn, er is een 06-nummer en we worden gebeld voor nood, dan gaan we echt kijken of we het oplossen. Maar we proberen een beetje terughoudend te zijn. Ja, dat is de opdracht van de overheid ook. Daarin dus de overheid gevolgd. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit voor jullie en de toekomst misschien wel van de Maxmobiel ook wel gevolgen heeft. Want ja, minder ritjes betekent meestal minder inkomsten. Ten eerste hoeven wij het niet van de inkomsten te hebben, dus dat is het voordeel wat we hebben. Ik denk het niet. Ik denk dat het juist versterkt, want mensen zullen merken nu dat ze heel hard mobiel, hoe langer ze binnen zitten, hoe meer ze verlangen om mobiel te zijn. En je merkt dat wij, en dat zullen wij zeker merken, dat we daarna een host krijgen om juist meer ritten te maken. Dus ik denk niet dat het negatief werkt. Ik denk dat het zelfs heel positief werkt gezien het aantal ritten en de vraag die we ook krijgen. Maar dat is een gevoelsverhaal. Ja, want het is algemeen bekend dat de Maxmobiel heeft vaak een wachtlijst. Als mensen aankomen en die denken ik wil er gebruik van maken, moeten ze even een maandje of twee wachten. Ja, als het coronavirus straks vrijgegeven wordt hier in Nederland en we kunnen weer vrij gaan reizen, dan neem ik aan dat jullie hele lange wachtrijen gaan krijgen. Nou, die wachtrij van een week of dat valt wel mee. We hebben 24 uur van tevoren moet je minimaal boeken. We zitten echt beginnen vol te raken. Dus we zijn al bezig met de derde Max, met verschillende stichtingen, hulp aan alle kanten om te kijken hoe we die Max zo snel mogelijk op de weg kunnen krijgen. Daar hebben we nu mooi de tijd voor. We zijn ook bezig met de site van de www.maxcapelle.nl. Dus we zijn aan alle kanten bezig om ons voor te bereiden op hetgene wat er daarna gaat gebeuren. En daar zullen we nog even wel de tijd voor hebben, ben ik bang.